dag al dat ze sporten. Moet ik dan mijn bikini aan? Jij een bikini? Ik in mijn zwembroek. Pap, we gaan floatfitten. Cool, hè? En we zijn bij zwembad Charlo's in Rotterdam. Ja. Bij Zuidplein, hè? Ja. Kikken, ik ben benieuwd. Dit gaat het worden. Dit is een aquabase. Een aquabase is een soort van een matje in het water. De matten worden vastgemaakt. En dan kunnen we zo gaan starten. Is het koud? Lekker, hè? Zo blij dat ik hier nu boven sta, dat ik niet hoef, want het ziet er best wel zwaar uit, denk je, voor de buikspiertjes. Carlina, hoe vond je het? Ik vond het super cool! Heb je al buikspierpijn? Een beetje. Zeker in mijn bovenbenen. Wacht, ik zal je helpen. Kom maar. Dag. Het was zo cool. Ik vond het echt wel heel zwaar. Ik denk dat doe ik wel even toen ik jullie zag. Maar het viel vies tegen. Super cool hier.
zijn oefeningen op een speciale man, oftewel een aquabees, waarbij je allerlei oefeningen doet. Vanaf welke leeftijd is Floatfit? Floatfit is eigenlijk vanaf 18 jaar. Hoe lang duurt de les van Floatfit? Een Floatfit les duurt ongeveer 30 minuten. En dan mag je daarna nog 5 minuten even lekker banen zwemmen. Want na 30 minuten ben je echt wel kapot. Wat moet je aan? Wat kleding natuurlijk, want in je blootje is zo lastig. En dan is het makkelijkste om een sportlegging aan te doen tot over je knie, zodat je knieën heel blij wordt. En een fitnessstokje. Oké. Okay. Moet je een zwemdiploma hebben? Moeten hebben? Nee, maar het is wel makkelijk als je zwemveilig bent. Waar komt Floatfit vandaan? Floatfit komt uit Engeland officieel. Daar hebben ze het uitgevonden op een meer. En zo is het langzaam naar Nederland toegekomen. Wat zit er in de aquabase? In de aquabase zit lucht. En die doe je met een pomp, kan je die gewoon oppompen. 1 bar. En meer niet. Okay. Dus het is een luchtbed? Wel een hele luxe luchtbed. Pap, kunnen wij die niet volgende keer meenemen naar Italië? Ze zijn best wel prijzig en kostbaar en vrij zwaar als ze zonder lucht zijn. Dus kan je beter je zwembroek in de auto doen. Waar kan je Floatfitten? Floatfitten kan je in principe altijd in een zwembad. Maar er zijn maar heel weinig zwembaden in Nederland waar je kan floatfitten. Wij zijn de enige in Rotterdam. Er komen er nog wel steeds meer, maar je moet er wel een speciale opleiding voor hebben. En waar zijn we nu hier in Rotterdam? We zijn hier in Rotterdam, vlakbij Zuidplein, bij zwembad Charlo's. Het is een gemeentezwembad. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Tot de volgende keer. Tot fit met Valk. Zwembad Charlo's kan je in ieder geval terecht voor je A, B en C lessen. Recreatief. Aqua Bootcamp, dames zwemmen, baby peuter, banen, seniorenfit, gezin zwemmen.